Cupido wordt mede mogelijk gemaakt door Replay Fragrances. 3, 2, 1. Wow, zo. Hi. Hi. En nu? Welkom bij de allereerste aflevering van Cupido. In het programma gaan wij nietsvermoedende mensen aan elkaar proberen te koppelen. Dat doen we vandaag in Den Haag. Ja, en we nemen ze mee op een date, een hele bijzondere date. En dat is namelijk bodypainten zonder handen. Zonder handen. Oh, doen we dat spannend. Leuk. Ja. En we hebben natuurlijk twee mensen nodig die gaan daten. Die gaan we eerst even proberen te vinden. Want wie wil nou niet de liefde vinden in het regenachtige weertje? Ja, laten we beginnen. We gaan op zoek naar de liefde. Yay! Liefde! Hallo? Nee, mag ik jou het vragen? Nee, ik ben naar mijn les. Maar je hebt geen idee waar je nee tegen zegt. Ja, nee, hoe kun je nou nee zeggen tegen iets waar je niet weet waar je hebt? Fijn les. Oh, ik jammer dit. Hi, hoe is het? Ben je vrijgezel? Ja, maar ik ga nu al spreken met iemand. Met een meisje? Ja. Wat leuk! Als jij mij nu, jouw droomvrouw, omschrijft, dan ga ik ervoor zorgen dat die over 2 uur voor je staat en dan ga je vandaag nog met haar op date. Wat zeg je ervan? Ik zeg ervan, tot ziens. Ja. Spannend? Ja, heel ja? Zenuwachtig. Ja. Niet zenuwachtig zijn, zij is misschien ook zenuwachtig. Ik ga even zo staan, even. Succes, hè? Ja, dankjewel. Hou hem in de broek. Oké, okay. We gaan door. Mag ik jou vragen? Heb je heel toevallig een relatie? Nee. Oké, okay, nou, dat is leuk. Ben je op zoek? Nee. Maar stel nou, hè, jouw droomman zou nu voor je staan. Zou je daar dan nee tegen zeggen? Als ik hem niet ken, zou ik nee zeggen. Dus dan zou je me kans geven om op eerste date te gaan? Ja, natuurlijk. En wat nou als ik jou nu zeg dat jij mij nu je ideale man mag omschrijven, dat ik die met 2 uur gevonden heb en dat je vandaag nog met hem op date zou gaan? Zou je dan met hem op date gaan? Ja hoor. Ja? We hebben onze eerste kandidaat gevonden. Nee, wel leuk als je 2 doet. Iets enthousiaster. Ja. Doe je mee? Ja hoor. Yes! We hebben onze eerste kandidaat gevonden. Ik ga Savannah bellen. Vertel maar, waar zoeken we naar? Iemand die langer is dan 1,80. Moet volledig onder het tatoeage zitten. Je weet het, hè? Oké. Blond en bruin haar of bruin haar. Geen zwart. Geen zwart. Geen zwart. Duidelijk. Lief, spontaan, aardig. Ja, lief, spontaan, aardig, sociaal. Maar mijn moeder zegt altijd, uiterlijk straalt innerlijk bepaald. Dus stel hij is niet 1,80 of heeft geen tattoos, is dat dan erg? Dat is niet een droomman. Nee. Ik heb haar een droomman beloofd. Oké. Okay. Dus u zijn maar nu verschuldigd. Oké, okay, we gaan een droomman voor jou vinden. Oké, okay, dus een jonge man van 1,80 meter. Volledig onder de tattoos. Had het over nektattoos? Nee, gewoon tattoos. Hé hey jongen, mag jou het vragen? Tuurlijk, mag zeker. Hoe lang ben jij? 1,90. Ja, perfect. Heb jij heel toevallig tatoeages? Nee, jammer. Kutzooi. Ja. Mag jou het vragen? Hoe lang ben je? Ik ben 1,80. 1,80 en heb jij tatoeages? Nee. Nou, ga jij lekker naar de college. Ik ben wel. Joe. Hoi, 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 hoi. Wie ben jij? Ik ben Nick. Nick. Hi. Hoe oud ben jij? 21. 21? Hoe lang ben jij? 91 of zo. Yes. Ben je nog vrijgezel? Ja. Ja, oké. Okay. Heb je tattoos? Ja. Ik ben op zoek naar, ja, eigenlijk naar jou. En ik heb een heel leuk meisje die zoekt precies eigenlijk een jongen van 1,80, leuk blond haar, voor een vette date. Okay. En die staat al klaar. Die staat al klaar? Ja. Ja, is goed. Is dat... Yes! Ja, oké. Okay. Here, let's go. We gaan ervoor. Okay. Yes! Bring it on, bitches. Nou, we hebben een hele knappe vent. En jij hebt tatoeages? Ja. Ik heb er hier eentje. Misschien moeten we er nog een paar gaan bijtekenen. Ja, dat denk ik. Maar je moest volledig onder zitten. Moest het helemaal... Oh, shit. Je voldoet eigenlijk aan alle eisen, behalve misschien dan net niet de tatoeages. Okay. Jawel, hij heeft ze wel. We hebben nu een superleuke vent, we hebben een superleuke dag nog. Kom, we gaan op date. Ja? Lieve schat, ja. We hebben jouw date gevonden. Ik heb hem gezien. Als ik jou zou zijn, dan zou ik in mijn handje knijpen. Het is een hele leuke jongen. Heb je er een beetje zin in? Ja, heel erg. Zenuwachtig? Ja, dat wel. Wel een beetje, hè? Nick, jij hebt natuurlijk niet echt de kans gekregen om te vertellen op wat voor type jij valt. Ik ben er eigenlijk nog wel een beetje benieuwd naar. Ik zou niet zeggen dat ik echt een specifiek type heb van ik val alleen op blond of alleen op brunet. Of ja, ik weet niet, misschien bijvoorbeeld iets van een neuspiercing of zo. Dat vind ik altijd wel... Ja. Een beetje alternatief misschien? Ja, een klein beetje, maar een tikkeltje dan maar zeggen. Je echt of zo, weet je? Dus niet echt een poppetje of zo, maar gewoon... Beetje puur. Beetje puur, ja. Wow, ik word enthousiast. Ja? Te gek. Hartstikke leuk. Je ziet er natuurlijk al hartstikke mooi uit. Ja. Maar om het plaatje helemaal compleet te maken, heb ik hier een heerlijk parfumetje voor je. Weet je zeker dat je lekker ruikt? Dan kun je in ieder geval niet zeggen dat het daar is misgegaan. Ik heb trouwens nog één verrassing, want je mag hem nog niet zien. Dus ik ga je eerst blinddoeken. Dus je zal mij een beetje moeten gaan vertrouwen, ga je begeleiden. Heel kinky ding dit. Zo, match wel mooi bij je haar. Let's go, kom maar.
Oh, kom maar, kom maar. Oh, die is die kant op. Zo, hoppakee, dan gaan we dan. Nou, dat gaat hartstikke goed. Draai je me? Nee, ik zal hem niet. Lichte twijfel. Stop. Geintje. Even oversteken en dan ga je mee de bus in. Ik ga even de deur voor je open doen. Ik ga nu een stapje omhoog. Voel je, die kun je vasthouden. Blinddoek, omhouden. Ja. Beloofd? Zo, die zit. Gaan we naar de date? Ja. Oké, we wachten even op de fietsen en nu gaan we poelenpoel vooruit. Zo, we durven jullie open doen. Onze kanjer. Met de kontje draaien. Top, zie je? Dag. Hey. Hi, ik zou een antwoord geven, maar ik denk niet dat dat gaat lukken. Nee, ik denk het ook niet. Ik ben Nick. Ja, ik ben Jaylee. Wat denk je ervan? Ja, dit wordt wat. Dit wordt wat, toch? Ja, ik voel het ook. Ik ben best wel enthousiast. Ik ben best wel trots. Ik ben ook wel trots. Zullen we ze niet al te lang alleen laten, als we vieze dingen gaan doen? Ja. Ik werk in de horeca en dan maak ik soms wel echt dagen van 12 uur lang of zo. Oh wow, ze praat al. Wat is voor jullie nu je ideale date? Gewoon iets actiefs of zo, niet dat je zo saai tegenover elkaar gaat zitten. Ik ben niet echt zenuwachtig of zo, maar het is gewoon... Ik wil mijn blinddoek gewoon af hebben eigenlijk. Ja. Gewoon die blinddoek moet af. Echt afknappers vind ik, laat maar zeggen van... Hey, waarom heb je nog niet op mijn berichtje gereageerd? En weet je wel, echt van dat... Ik weet niet. Dat testen of zo, van waar ben je, waarom reageer je niet? En... Nee, maar ja, bijvoorbeeld stel ik ben met mijn vrienden een drankje aan het doen of zo... en dan heb ik even een uur niet gereageerd en dan... Dat je dan al gelijk krijgt van, hey, wat is, waarom reageer je niet? Ja. Alsof jullie het nu allebei over mijn vriendin hebben. Nee, ik snap je. Ik kan ook zo slecht tegen of iemand die heel jaloers is. Ja, precies. Ik zie echt niks trouwens. Ik ook niet. Lekker geparkeerd. Ben je nou haten? Nee, ik ga niet haten. Ja. Kom er maar, pas op je hoofd. Zo, deze is voor jou. Ja, dit doe je wel soepel hoor, Martijn. Ja, dit is via de take, hè. Volg ons. Klein soepje. Nee, ja, nee, we hebben hem. Je voelt gespannen. Echt? Beetje. Hij is wel aardig. Hij is aardig, hè? Ja. Ik had zo'n gevoel alsof ik hem kende, maar... Oh, echt? Ja, maar dat, toch... is goed, dat is een goed teken. Maar... Word je vertrouwd bij hem dus? Ja, zijn stem. Oké, nu gaan we jullie eventjes goed, mooi positioneren. Want dit wordt het moment. Het grote moment. Waar jullie zo lang op hebben zitten wachten. Ik voel eerst maar even. Zo. Voel maar eventjes zo. Wow, de eerste band is gebroken. Oké, zijn jullie er klaar voor? Yes. Ja. Dan gaan wij de blinddoek afdoen. Ja. Gaan we aftellen? Ja, we gaan gewoon aftellen. Ja, we gaan aftellen. Oké. 3, 2, 1. Wow. Zo. Hi. Hi. Zo, ik kan niet zo goed zien. Ja. Hi, ik ben Nick. Hoi, Jaylee. Ja. En nu? Ik vind mijn date, ja, wel leuk. Ja. Ja. Ik ben nog steeds een beetje aan het bijkomen van dat ontzettend ongemakkelijke begin. Ik wilde wel op heel veel andere plekken zijn dan hier. Mijn eerste indruk is dat hij wel heel lief is. Hoe oud ben je? Ik ben 21. 21. Jij? 19. Ja. Oké. Je hebt natuurlijk in die bus had je een hele, heb ik een heel plaatje geschetst van haar. Als je alleen de stem hoort. En dan is dit natuurlijk, het is wel anders. Maar ja. Niet per se mijn type. 2 tattoos. Wel een beetje aan de weinige kant, maar... Ik ben alleen een beetje geschrokken. Dat zei je, die is niet heel enthousiast. Nee? Nee. Ja, dat heb ik niet meegekeken. Oh, maar, ja, nee, zij is niet heel enthousiast. Te weinig tattoos. Nou, aan jou de eer. Wat gaan ze doen? Jullie gaan bodypainten zonder handen. Jee! Enthousiast van mag. Oké, ja, ik weet niet hoe ik dit voor me moet... Kan je mond gebruiken, kan je voet gebruiken. Ik zou zeggen, neem lekker plaats. En laten we beginnen. Oh ja, we hebben natuurlijk de oortjes. Holy shit. Dus met die oortjes kunnen wij hun natuurlijk een beetje sturen. Jij helpt hem, ik help haar. Oral seks. Anna. Hou op. En dan krijgen we gewoon alsnog... Een cupido baby. Zonder handen? Oh. Maar ik kan toch wel die verf zo erop doen? We zijn begonnen. Ja. Oké, dat is spannend. Wat voor tatoeage heb je eigenlijk? Ik heb een tatoeage van een wolf. Ja, waar zo? Hier zo. Oh, nice. Ja. En dan hier zo van een foo dog. Van een? Een foo dog, dat is een soort van Chinese guardian lion die weer voor die tempel staan. Oh, er is al veel. En wat ga je precies tekenen? Ja, ik weet. Dat heb je wel vaker geschilderd? Ik ben professioneel mondschilderaar. Mondschilderaar?
Interessant. Ja, dat kan je wel zien natuurlijk aan het werk wat ik produceer. Ik moet je niet zeggen, ik geef een feestje in mijn mond. Kom je. Jezus. Of niet? Dat nee. Ik weet niet hoe je jou versiert, maar zou dat bij jou werken? Nou, okay. Ik geef een feestje in mijn mond. Zin om te komen? Wil je nog meer tattoos? Ja, ik wil op zich nog wel meer tatoeages, ja. Oké, het is nu wel tijd om... We kunnen gaan omdraaien. Omdraaien? Je mag... Zeg het maar smooth, ik vind het wel mooi zo en... Ik denk dat ik wel allemaal kunst heb laten zien. Zullen we het omdraaien? Ja, is goed. Oh ja, als je nog een tatoeage wil zien. Ja. Oh ja, die is wel gaaf. Ja. Wat wil je van mij gaan maken? Ik ga jou meer tatoeages geven. Ze komt nog niet helemaal uit de comfortzone. Nee, hoe gaan we dat doorbreken? Misschien is ze meer van harde aanpakken. Zo, dat voelt wel grappig. Ja, dat voelt wel, dat wel grappig. Nee. Er gebeurt wel wat als je zo aan me zit. Ik zou misschien beginnen bij zijn borst, want zijn rug kan hij inderdaad niet zien. Ja, jij kan het niet zien. Nee. Je wilde op mijn rug. Dacht je, je kan mijn rug op? Dacht je nou van die tijger van, nou, je kan gewoon mijn rug op? Nee, hoezo? Je moet ze helpen. Je moet Op zich, ik vind het wel een mooie plek. Want jij wilde, wat wilde je nou op je hele rug gaan doen? Ik wou een tijger op mijn rug met aan de zijkant allemaal bloemen. In bed kan ik ook wel een tijger zijn. Nou, anders kan ik je wel een keertje een tijger van dichtbij laten zien. Namelijk wel echt een tijger in bed. Je bent wel echt recht voor zijn raap. Heb jij nog recentelijk relaties gehad? Zeker. Nou, hij doet echt zijn best. Ja. Hij doet het echt goed. Alleen, je komt er niet doorheen. Dus probeer maar een beetje hard to get te spelen. Zwets maar dat je een weekje in de cel hebt gezeten. Ja. Deze tekening doet me denken aan de week in de cel. Ja, deze doet me een beetje denken aan een weekje in de cel. Hou je van bad boys? Ik wel, maar of ze in de gevangenis hebben gezeten? Ja, nee, ik kan best wel een bad boy zijn, namelijk. Maar waarvoor heb je in de gevangenis gezeten? Ik had de vader van mijn vriendin in elkaar geslagen, want hij bleek haar te hebben misbruikt. Omdat ik de vader van mijn ex-vriendin in elkaar heb geslagen, want zij werd misbruikt. Ja, dat was een beetje een rare periode. Een beetje ontspoord. Ja. Misschien moet je zeggen dat hij ook nog een grote tand heeft. Ik denk dat we er maar een einde aan moeten breien. Ja. Kijk eens, onze bodypainters zonder handen. Hoe gaat het hier? Nou, ja, super. Ja, het is heel abstract allemaal, hè? Okay. Heel benieuwd wat jullie van elkaar vinden. En dat gaan we nog even apart doornemen. En daarna komen we tot de conclusie, komt er een tweede date? Komt er een date? Ja, ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd hoe de date ging. Maar ik ben nog nieuwsgieriger naar wat vond je van Nick? Ja, was wel heel aardig. En zit er iets meer in, denk je? Want ik heb meegekeken en ik heb jullie zien lachen. Er was toch wel iets van intiem contact, zag ik. Hoe was dat? Ja, ik vond het wel leuk, maar ik denk dat het meer vriendschappen. Voelde je een klik? Ja, ik weet niet. Ik denk dat die klik net even een beetje ontbrak. Ja? Bij mij. Ja. Dus niet echt liefde misschien? Of? Nee, dat zou ik niet zeggen. Nee. Zouden wij nog een tweede ding met elkaar willen? Ik niet. Nee, ik denk het ook niet. Ik vond het wel echt een hele gezellige date, dat sowieso. Maar ik denk dat die extra klik er net niet was ofzo. Nou ja, ik had het ook. Het was meer vriendschappelijk. Ja? Okay. Zo, dit was hem alweer. Ja, dit was geen succes. Nee, het was een sombere dag voor de liefde. Ja. Maar de volgende keer proberen we het gewoon weer, want nieuwe ronde, nieuwe kansen. En wil jij nou ook zo lekker ruiken op je eerste date? Ga dan naar www.veronicatv.nl/cupido en maak kans op een jaarvoorraad replay parfum. Cupido wordt mede mogelijk gemaakt door Replay Fragrances.